Een bootje op de Waddenzee met aan boord een geharde zeerob die scherp uitkijkt naar de zeerobben op de zandplaten, dat is het beeld dat men in deze maanden daar regelmatig kan aantreffen. Het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur is bezig na te gaan hoe het met de trek en de leefwijze van deze zeerobben is gesteld. De mannen die met dit werk zijn belast varen met een bootje de zandplaat op en verrassen de 2 tot 4 weken jonge robben in hun bijzonder gezonde slaap. Wanneer de dieren door een vriendelijke behandeling wat zijn bekomen van de schrik, kan met het merken worden begonnen. Een plastic plaatje dat aan één zijde voorzien is van een nummer en aan de andere kant de initialen van het instituut draagt, wordt met een zilverdraad voorzichtig aan de staart van de jonge rob bevestigd. Zodra de pijnloze operatie is voltooid, herkrijgt de jonge rob zijn vrijheid. Het onderzoek dat hier wordt verricht, geschiedt in samenwerking met de Duitse, Noorse en Engelse faunologische instituten. Men verwacht door het merken van de dieren een inzicht te krijgen in de bewegingen van de robben in de Noordzee. Het zijn alleen de heel jonge dieren die gemerkt kunnen worden, want de oude, doorgewinterde zeerobben laten zich niet grijpen. De deltawerken en de steeds grotere drukte in ons kustgebied vormen een ernstige bedreiging voor de zeerobben. Steeds meer zandplaten, het domein van deze dieren, verdwijnen. Op de vraag waar ze heen trekken, zal het merkteken straks wellicht een antwoord kunnen geven.